We zijn gestopt met geweld. Iedereen mag terug naar begin positie. Missing Link is het verhaal van een jongen, Rick. In 1956, die woont met zijn moeder in Westerschelling, Nederland. En woont daar zonder vader. Moeder heeft een verhouding met de plaatselijke sigarenboer, waar hij jongen niks van moet hebben. Want jongen heeft eigenlijk maar één idool, dat is zijn eigen vader. Die hij nooit heeft gekend, maar hij weet van zijn moeder. Mijn vader is gesneuveld als Royal Air Force piloot boven de Noordzee in een van de laatste veldslagen tegen de Duitsers. Messerschmitt. Ze vielen het squadron aan van mijn vader dat naar Engeland terugvloog. Op een gegeven moment krijgt hij van zijn moeder een atlas cadeau. En dat is een atlas vergelijkbaar met deze die ik ook van mijn vader destijds gekregen heb. En dat biedt hem de mogelijkheid ook om weg te dromen in een wereld die de zijne niet is. En wat in feite een soort vlucht is voor zijn eigen moeilijkheden die hij heeft. Hij wordt helemaal gebiologeerd op een dag als hij op school een film te zien krijgt over de ontdekkingsreis naar de Missing Link. De ontbrekende schakel tussen de oermens en de oeraap. Hij duikt er zo in dat hij zich voorstelt dat hij zelf door de jungle loopt op zoek naar de Missing Link. Maar hij is zo in de ban van die fantasie geraakt dat hij op school niet meer oplet. Zijn atlas wordt ingepikt en hij krijgt ruzie met zijn moeder. Ik heb je die atlas gegeven omdat ik dacht dat je er oud genoeg voor was. Het is het enige wat ik nog heb van je vader. Behalve jou dan. De atlas is van mijn vader? Ja. Dat had je er niet bij gezegd. Nou, dan zeg ik het je nu. Hij is op een gegeven moment bezig met zijn huiswerk. En dan ziet hij in de krant een stukje staan. En dat gaat over een expeditie naar de Missing Link. De ontbrekende schakel tussen mensaap en de mens. En hij ontdekt dat ze op de verkeerde plaats gaan zoeken naar de Missing Link. En dan gaat hij ze waarschuwen, maar daarvoor moet hij eerst naar België. Klein stukje. Vertrekt samen met een vriendinnetje. Stella vertrekt hij van het eiland en gaat op weg naar Brussel. Maar niet nadat hij nog even die atlas heeft gepikt. En in een doos boven in die kast waar hij die atlas vindt, een dagboek vindt. Met aantekeningen van zijn moeder, gemaakt in het laatste oorlogsjaar. En op zijn tocht naar Brussel begint hij te lezen. En langzaam komen we erachter dat zijn moeder iemand heeft leren kennen na de bevrijding. Een verhouding heeft gehad na de bevrijding. En ineens staat het hele wereldbeeld van Rick op schudden. Want hij weet niet meer of zijn vader nu een luchtmachtpiloot was. Of misschien toch de man die van zijn beschreven is in zijn dagboek. Hij weet het niet. Uiteindelijk vindt hij de man die hij hebben moet, namelijk die professor, om hem aan zijn verstand te peuteren, dat hij ergens anders moet gaan zoeken. Uw zoon is ervan overtuigd dat onze expeditie op de verkeerde plek gaat zoeken. Ja, de professor gaat zoeken op de plaats die ik heb bepaald geweest, toch? En dus alles loopt soort van goed af. Timmerveld kwam het scenario op mijn bureau brengen. En ik heb het toen gelezen zoals ik zoveel scenario's lees die hier op het bureau komen te liggen. Toen ik het uit had, vond ik het een mooi verhaal. Maar ik dacht er niet nog echt verder over na. Pas eigenlijk de volgende dag, toen ik weer naar kantoor toe fietste, toen herinnerde ik me ineens allerlei scènes die ik de dag ervoor had gelezen. Toen besefte ik me eigenlijk voor het eerst van, hey, dit is een film, als ik nu deze scène zo goed voor me zie, dan zou dit een film kunnen opleveren die ik later in de bioscoop zou willen zien. Een road movie is altijd leuk, dat is altijd dynamiek. En ja, de vragen die je stelt, zit er een goed conflict in? Ja, er zit een goed conflict in. Er zit een conflict tussen de moeder en een zoon die lang ontstaat. Het groeit toe naar een climax, zeg maar, het vinden van de vader.
Mijn verhaallijn is meer iemand die geconfronteerd wordt met haar eigen verleden, met een leugen die ze haar kind heeft verteld. En eerst met die oude liefde geconfronteerd moet kunnen worden om daarna een nieuwe liefde te kunnen hebben. Het is eigenlijk een beetje een raar jochie. Hij gaat zomaar naar België zonder zijn moeder, dat zou ik nooit doen. Dus ik weet niet of ik... Ik zou hem best als vriend willen hebben, maar ik zou hem nooit kunnen zijn ofzo. Veel te jonge moeder die zelf ook nog fouten maakt en zelf ook nog te jong is. Dat vond ik ook heel mooi. Want zij is eigenlijk ook nog op zoek naar hoe het allemaal moet en waar we vandaan komen. En het is niet dat het bij haar helemaal in orde is. Haar moeder die heeft een tweedehands boekenwinkel. Wanneer Rick daar is, dan komt er grote ruzie in de seancekamer. En dan geeft mijn moeder mij de schuld. En dan word ik het huis uitgezet. En Nick die gaat ook weg, dus dan ga ik maar met hem mee. En wat ben je, tante? Uit Brussel, mevrouw. Ah, wel, ik hoor ik tot en mekkelijk. Ik ga ons een einde keer meer rijden. Kom, ze. Kom een keer in de notte zitten. Stond jij dat? Ze spreekt Frans. Papa? Ik heb een Belgische script-editor aangesproken om met Ger te praten, niet echt te schrijven, maar te praten, meer een adviseur. En die heeft op een gegeven moment voorgesteld waarom gaan ze, laten we zeggen, toen dachten we vertrekken uit een Vlaams dorpje naar Groningen. Waarom wonen ze niet in Groningen en gaan ze naar het museum in Tervuren en dan zijn ze al op weg naar Congo. België is de eerste etappe. En zo is het uiteindelijk geworden en op die manier is het script ook veel beter in elkaar gevallen. Werd de reis van de kinderen veel logischer. En werd het ook een veel organische co-productie. Dus, Vanuit Brussel vertrekt er dus een expeditie op weg naar de Congo. En de minister komt daarover babbelen. On commence. Par ici, on dit action. Ici. Et tu fais juste la même chose. Ah, ça va, on ne sait pas vraiment. Ah, mais alors. Er waren verschillende voorstellen om te zeggen ja, om de kosten te drukken. Waarom doen jullie dat niet nu? Een contemporaine film van maken. Maar we hebben toch vastgehouden aan de jaren 50, omdat toen had je nog gebieden in de wereld die onontdekt waren. De Congo was nog een zwarte vlek in Afrika. Wordt als het ware een soort ideaal 50e jaren Nederland en België natuurlijk, wordt getoond. En dat geeft ook nog eens een extra stimulans voor de kijker om zijn fantasie te laten werken. Hoe was het voor hem of zij? We praten over de ouders van de kinderen die de film gaan zien. En dat is prettiger voor dit soort vertellingen dan om dat helemaal anno nu, 1998, 1999, te situeren. Want het is anders, als je, oh ja, het is de jaren 50 en je ziet andere auto's. En dat je kunt je makkelijker overgeven aan de illusie, vind ik. Als ik hier mensen in 50 jaar kleding zie rondlopen en ook hem daar zie rondlopen, dan ja, dan heb je wel iets van, ja, zo liep ik hier ook. Stop. Ik zeg stop. Nee, ik ben eerlijk. Dit was volgens mij goed. Dus die hele track hier. Ik dus Ger Poplaas heeft drie beste dingen gemaakt. Dat was zijn eerste lange speelfilm. Toen ik die zag, was ik meteen geraakt. Het is een hele melancholieke film geworden. En ook Missing Link is een melancholieke film. En ik wist meteen dat Ger Poplaas, dat was de regisseur voor deze film. Het is een menselijk iemand. En ik denk dat bij dit soort film heel erg noodzakelijk is. Dat je heel erg kan kijken wat, want de incidenten zijn niet zo enorm. Alleen wat ze aanrichten bij,
bij de jongen, bij het meisje, bij de moeder, bij de vader. Die staan niet echt expliciet in de dialogen. Die worden voortdurend vermoed tussen de lijnen, tussen de regels. Nou, dan moet je iemand hebben die naar gezichten, die naar ogen, naar stiltes, naar momenten kan en wil kijken en dat wil filmen. Iemand die je verleidt om het te spelen. Die dus zo goed weet wat hij wil, maar je niet in een keurslijf zit, maar je verleidt daartoe. Jullie kijken dus naar die dingen en dan... Voordat ik het precies nog even ligt, het zo mooi, als je nog één keer zou kijken. Bij het kiezen van de moeder, die nu door Tamar van Dop is gespeeld. Daarvoor hadden we een hele hoop andere vrouwen gezien. Toen Tamar van Dop binnenkwam, wist Ger en ik meteen van, dat is ze. En dat geldt ook voor Joan Leijzen. We hadden een hoop mannen gezien, maar Joan Leijzen kwam het repetitiezaaltje binnen. En we wisten het meteen, we hoefden niet eens over te discussiëren. Actie! Het was voor deze film absoluut niet makkelijk om zo'n jonge acteur te vinden die, nou, ook die zo'n eenzaam jongetje moet spelen. Daar zijn heel wat casting sessies aan vooraf gegaan. In een van die casting sessies zat Nick van Buiten. En wat opviel aan hem was dat de regisseur die stelt zo allerlei vragen aan al die jonge jongens. En Rick die ging er heel serieus op in. En daarna tijdens het spelen nam hij dat hele gevoel van, god, waar kom ik eigenlijk vandaan? Die hele vraag nam die mee in dat spel. En dat, ja, dat viel op. En op dat moment was het voor ons duidelijk van, het is Nick van Buiten, die moeten we hebben. Het makkelijkste was Lotte, die Stella speelt. Bij de repetities viel meteen op dat er iets met het meisje aan de hand was. Ze liep anders, ze gedroeg zich anders. En dat was precies datgene wat we zochten voor het karakter Stella. De hoofdrolspeler Rick is een eenzaam jongetje. En Lotte is ook een eenzaam meisje. En die twee die moeten wat met elkaar hebben. En tijdens de casting zagen we dat. Er waren twee mensen die hadden iets. Daar ga je naar kijken, daar raak je naar geïnteresseerd. Zeg, stop, dankjewel. Iedereen in naar beginposities. Even nieuwe, Steven. Ik vind het erg leuk om kinderen te regisseren. Ik heb ooit een serie gemaakt voor Nederlandse televisie en dat is me erg goed bevallen. Het ligt me, denk ik. Het zijn hele goede barometers, een hele goede graadmeters voor de waarachtigheid van je eigen spel dan weer. Snap je? Dat zijn geen... Ze hebben niet een laadjes van techniek waar ze uit kunnen putten en waar ze zomaar tegenspel kunnen geven. Je ziet aan hun ogen of ze je geloven of niet. Of ze met je mee kunnen. Nick, jij... Je bent het laatste stukje aan het eten. Intussen kijkt Lotte die kant op. Dan pas, als je het laatste stukje hebt gegeten, zullen we, dan stap je. Dan pak je die tas, vergeet die blauwe tas niet. En dan hier aangekomen, schoenveter. Ik was niet erbij. Op tv dan zie je het altijd van verschillende plekken. Ik dacht altijd dat ze een heleboel camera's hadden die overal stonden. En dat ze het dan één keer opnamen. Maar dat is helemaal niet zo. Ik moest steeds gewoon over van een andere kant. Dus. Ze moest me slaan, mijn moeder. En dat was dus niet nep, maar dat was dus echt. Dat vond ik wel de leukste herinnering, maar ik zou hem niet over willen doen. Hé, trek hem weg. Hoppa. Hey, breid het een beetje uit. Draai ook meteen erbij. Ik repeteer heel lang met de acteur dat ik erg een van de leukste fases vind. Het verzinnen van de shot, maar vooral is het wekenlang werken met acteurs. Praten, met ze dingen uitproberen. En dan op het moment zelf, het was een hectische tijd. Toch, een film als dit is uiteindelijk een 39 draaidagen gedraaid. Maar het is dan toch vooral de techniek die een rol speelt. En vooral de productie eruit.
Eén keer achteruit en nog vooruit en dan nog een keertje. Hij rust op de feiten! Even nog niks aanraken nog. Echt mooi. Een fantastische crew en een fantastische cast. En ik ben echt heel trots dat ik met Walter mag werken. Dat is fantastisch. Hij is op de eerste plaats iemand die een soort natuurlijke autoriteit heeft. Als Walter bezig is op een set, dan heeft hij de set in zijn handen. Er wordt geen onvertogen woord gezegd. De regisseur die kan optimaal zijn gang gaan. Enorme steun bij het maken van de decoupage. Bij het samenwerken, bij het de camera op de juiste plaats zetten. En mee het verhaal vertellen vanuit het cinematografische oogpunt. Vuur! Vuur, Leon! Ah, sneller! Dat is veel sneller, come on! Nog een keer het vliegtuig, go, vliegtuig! Wat we hebben gedaan is, we hebben een heleboel materiaal bekeken van veldslagen, luchtslagen, de Tweede Wereldoorlog. En we zijn op een Engelse film gestuurd en daar heb ik op een gegeven moment een selectie van gemaakt. Dat shot. En samen met mijn storyboard tekenaar zijn we toen heel lang bezig geweest om die shot die we dus al hadden gezien, om daar de desbetreffende opname voor te verzinnen van het jongetje die in de cockpit zit achter zijn, in zijn fantasie, zijn vader. Dus op basis daarvan hebben we dat zo kunnen filmen. We hebben dus die jongetje hebben in de studio gezien. En we hebben daar die beelden van die luchtslag door. Hebben we daar tussen gemonteerd met heel veel geluid. En ook kleurcorrecties. En we hebben ook gebruik gemaakt van modelvliegtuigen. En al met al ziet het eruit alsof hij er echt was. En dat was de bedoeling. Rick, zet dat dingetjes op. Let op, we repeteren het eventjes. Dus, je hoort eens. Bang, bang! Dus de camera loopt en er zijn actie, zeggen we. En dan is er een stuka, en dan Daniel! Ah! Ja, oké, okay, momentje. Camera. Wie? Actie! En stuka. En bang! Helemaal in zijn fantasie, dat vond ik essentieel. Een tocht vol gevaren. En de allereerste dag had hij al bed. Hij was op het juiste moment en op de juiste plek. Wat in het script al stond, is een soort ideale jungle. Dat stond in het scenario. En dat is een fantasie van het jongetje. En zo mooi, zo prachtig, die werkelijkheid van die fantasie van dat jongetje, dat vind je nergens te doen. Dus toen besloten, we moeten het nabouwen. We hebben alles naar onze eigen hand kunnen zetten. Met licht, met water, en de temperatuur was er maar. De vochtigheid is 90 graden, 90. En de temperatuur is momenteel 36 graden. En ik verwacht dat die gaat stijgen tot... gratis 42, de zon schijnt. Laat het zo doen. Je kijkt en dan de eerste tekst is... wees niet bevreesd. En dan draai je om en loop je door. En dan ga je door met die tekst. Dus de eerste tekst is nog even het vliegtuig nakijken.
is niet bevreesd. Het is maar een vliegtuig. Kom mee, trouwhelper. We hebben nog heel wat mijlen voor de boeg voor we bij de rivier zullen aankomen. En hopelijk bij de Missing Link. Toen ik het scenario las, was het niet zo dat ik me gelijk liet tegenhouden alle productionele problemen die eventueel te verwachten zouden zijn. Bijvoorbeeld de Chromaillon had ik toen veel meer als idee om daar een tekenfilmachtig figuurtje van te maken. Dus puur een getekend Chromaillonnetje, zo zag ik dat voor me. Dus veel goedkoper dan uiteindelijk is geworden. We zagen in Ghost Michael Jackson dansen. Een clip die een paar jaar geleden op tv was, die erg prachtig was. De mensen van Spaanse Partners zeiden, Ger, we hebben de ambitie om een betere ghost te maken, om een beter skelet te laten zien dan wat ze daar doen. Ik wilde hem graag geloven en ik vind dat ze een woord hebben gehaald. Het ziet er prachtig uit. Nou, die Neandertaler van verderop heeft alleen maar een onderkaak, een ellepijp en 3 vingers. Ik ben op zoek naar de Missing Link. Missing Ding? Grote uitdaging om een skelet aardig te laten zijn. Dus dat kan middels dialogen, mimiek. Ja, probeer maar eens mimiek te verzinnen. Met een skelet wat een halve kaak heeft en zijn hoofd ontbreekt een stuk uit zijn schedel. Probeer dat maar eens. Maar we hebben dat gedaan met een acteur, Roef Ragas. Speelde die skelet in een blauw pak. Nick van Buik, die Rick speelt, die had natuurlijk tegenspel, al een echt acteur. Dat is ook altijd goed voor het spel van de acteur. Waardoor er een hele natuurlijke scène ontstond. Dat is de basis geweest voor de mensen in Hamburg. Om daarop voor te bouwen. Met een skelet, een echt skelet in de computer. Gebracht, langs maar zeker, elke beweging. Van alle kanten leek te bewegen dat skelet. Dus het is echt een levend iemand geworden. Wat een triest verhaal. Ontdek me, hou van. Nou ja. Jij bent anders. Jij wilt tenminste op expeditie. Jij bent een beetje gek. In ieder geval anders. Waar ik heel trots op ben, is de sfeer van de film. Ik denk dat de regisseur dat hartstikke goed heeft gedaan. En zeg juist, die melancholieke sfeer, dat was ook mijn allereerste intentie om die film te maken. Dus als je zegt, waar ben je trots op, dan denk ik over de sfeer die hele film uitademt. Het spreekt aan op verschillende niveaus. Het is een zoektocht naar de vader, het is een universeel thema. Het is een goede karakterontwikkeling in zeg maar van die jongen. Want het is eigenlijk een groei naar volwassenheid. Maar in feite ook een soort groei naar volwassenheid van de moeder en de vader die dingen ontdekt. Want emotionele zaken zijn die mensen gewoon raken. Er is een jongen gevonden, 60 kilometer hier vandaan. Hij is dood. Oh god. Schouderblad, bedoelen ze dat? Bovenaan zijn rug, zei ze. En een litteken van een blinde darmoperatie. Hij heeft nooit een blinde darmoperatie gehad. Dat weet je heel zeker? Ik ben zijn moeder. Het is warmte, ja. Het heeft een beetje nostalgie van de 50 jaren heeft ermee te maken. Maar ook het warme gevoel van mensen die van elkaar houden, die elkaar weer vinden. Het is echt een feel-good movie. Plus dat het er geschikt uit ziet en dat het echt een film is. De winnaars van het scenario zijn de makers van Missing Link, Ger Poppelaars en Timo Veldkamp. Uitreiken. Als geen ander wisten Ger Poppelaars en Timo Veldkamp dit jaar te verrassen als auteurs van een briljant en oorspronkelijk scenario. In deze avontuurlijke kinderfilm, die overigens geen enkele volwassene zal vervelen, wisten zij spanning en avontuur te combineren met oprechte gevoelens en emotionele diepgang. Missing Link is een waardig winnaar van het allereerste Gouden Kalf
voor het beste scenario in 1 jaar. En ik wil Timo bedanken voor zijn oorspronkelijke verhaal Missing Link. Want zonder dat verhaal hadden we dat scenario nooit kunnen schrijven. En producenten Frank Bak en René Huibrechtse, zonder jullie geloof in dit hele verhaal was misschien ook de film niet gekomen. Hartelijk dank. Okay.